ik dacht een tattoo, ja. Ik heb nog geen tattoo, maar ik laat er wel eens zijn. Vandaag is het 29 februari. Dat komt niet heel vaak voor, eigenlijk maar één keer in de 4 jaar, als je het precies wil weten. Theo van Goor, die woont daar en die wordt vandaag 64, oftewel 16. Wij gaan hem feliciteren. Nou, dat ziet er leuk uit. Dit is het verjaardagskind. Gefeliciteerd. Ja, heel graag met de taart. Ja. Hoe is het dan als je echt... Ja, eigenlijk heb je één keer in de 4 jaar echt verjaardag. Maar je viert het denk ik elk jaar, neem ik aan, toch? Ja, elk jaar vier ik wel, ja. En op welke dag? Al meestal op de 28ste. En ook vandaag op de 29ste. Eén keer in de 4 jaar, doe gewoon op de 29ste. Dus het is niet echt dat je denkt van, oh, het is een super bijzondere verjaardag. Het is alleen al nu weer één keer in de 4 maanden. Of is het in de jaar, of is het wel van... Het is wel een leuke verjaardag. Dan word je 16 en zo. En ja, van mijn vrouw die vindt dat wel leuk, hè. Een jongetje van 16 ook, hè. Ik heb even gekeken wat je eigenlijk mag als je 16 wordt. Ik heb gekeken, je mag nu officieel zonder toestemming van je ouders mag je tatoeages laten zetten en piercing. Ja. En volgens mij mag je nu ook scooter rijden. Ja. En oh, wat was er nog? Nou, in ieder geval, dus tattoos. Ik mag op mijn rijles beginnen, of niet? Rijles beginnen. Nou, wat ga je doen? Tattoo laten zetten? Nou, ik dacht een tattoo, ja. Ik heb nog geen tattoo, maar ik laat er wel in zetten. Heeft het gesmaakt? Ja, super lekker. En nu nog meer taart, meer eten en gasten? Of hoe zit de verdere dag uit? Vanavond allemaal. Tegen 4 uur, dan begint het. Lekker hapjes en zo, een beetje scoorteltjes. Dus dat komt wel goed.